Maximal Verstappen kan ook vier dagen na zijn ultieme inhaalactie bij de Grand Prix van de Verenigde Staten geen enkel begrip opbrengen voor de tijdstraf die hem zijn podiumplaats kostte. De Nederlander kreeg zondag vijf strafseconden omdat hij in de fout zou zijn gegaan toen hij Kimi Raikkonen in de laatste ronde passeerde. Daardoor viel hij terug van de derde naar de vierde plaats. De Red Bull coureur heeft het gevoel dat er met twee maten werd gemeten. Veel anderen deden het ook. Zij sneden ook de binnenkant van de bocht af. Dat ik dan vervolgens de enige ben die hiervoor een straf krijgt? Is volgens mij niet correct, vertelde hij donderdag bij de persconferentie in aanloop naar de Grand Prix van Mexico van komend weekend. Verstappen denkt niet dat hij met zijn actie Raikonen benadeelde. Als ik er recht voordeel uit had gehaald, dan had ik het elke ronde wel gedaan. Ik denk dat er totaal geen sprake was van voordeel. Volgens Verstappen heeft hij met zijn manoeuvre zelfs mogelijk een portie met de vin voorkomen. Toen Kimi op een bepaald moment doorkreeg dat ik een poging deed om hem in te halen, probeerde hij de deur dicht te gooien. Dus ik moest een beetje uitwijken. Het circuit van Austin biedt de mogelijkheid om de binnenkant van de bocht te nemen. Dus ik deed dat enerzijds om in te halen, maar ook om een incident te voorkomen. Coureur staat nog steeds achter kritiek op wedstrijdleiding. Toen Verstappen na afloop hoorde dat hij werd bestraft voor zijn manoeuvre, ontstak hij in woede. Met name Stuart Gary Connolly, die het incident opmerkte, moest het ontgelden en werd door de Nederlander voor Mogol uitgemaakt. Na een race lopen de emoties nou eenmaal hoog op. Helemaal wanneer je net een podiumplaats is afgenomen. Vertelde de 20-jarige coureur, die eerder al toegaf dat hij beter andere woorden had kunnen gebruiken: als je na een race onterecht van het podium wordt gehaald, dan lijkt het me normaal dat je boos bent. Ik kan het woord dat ik gebruikte jammer genoeg niet meer veranderen. Mexico, ondanks de vervelende afloop. Hield Verstappen in sportief opzicht een goed gevoel over aan de race in Texas. Hij kijkt dan ook met vertrouwen naar de komende dagen in Mexico-stad. De snelheid van de auto was erg goed. We zijn nu drie keer op rij erg competitief geweest en hopelijk kunnen we dat hier in Mexico voortzetten. Dus ik ben nog steeds een vrolijk persoon. Vrijdag staan op het Autodromo Hermanos Rodríguez de eerste twee vrije trainingen op het programma. De laatste vrije trainingen en de kwalificatie zijn op zaterdag. Een dag later wordt het weekend in Mexico afgesloten met de race.